Iedereen die hier in de Kamer zit, iedereen die hier in de Kamer zit, komt voor het landsbelang op vanuit zijn eigen ideologie. Ik zou dat aan u willen voorhouden. En wees nou gewoon een volwassen politicus en houd op met voortdurend te klagen dat ze u de positie van premier niet gunnen. Nou, voorzitter, als dit het niveau is van interrupties van een toekomstige oppositieleider, dan krijgen we nog makkelijk. Dat zullen we zien. Dat zullen we zien. Dit kan ik met twee vingers in mijn neus beantwoorden. Ja.